openingsbelangrijke zaken te hebben, de omgevingsvergunningen voor toekomstige of bestaande gascentrales. Het was toch een bommetje gisteravond toen de beslissing viel. Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir, dient het nog gezegd, besliste om geen vergunning af te leveren voor de toekomstige centrale in Vilvoorde. Wondelgem bij Gent krijgt er wel een. Als de zaak ingewikkeld wordt en als wij graag willen weten wat het belang hiervan is, dan halen wij er Luc Pauwels bij, onze energie-expert van onze redactie. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen, Ruud. Veel verbaasde reacties langs de ene kant en langs de andere kant. Veel mensen zeiden, ah ja, dat hadden we verwacht. Had jij dit zien komen? Wel, aanvankelijk niet, omdat er inderdaad positieve adviezen komen. Maar als je wat terugkijkt, is dit wel een kabinet, het kabinet van Zuhal Demir, dat niet altijd meegaat in die beslissingen. We hebben dat ook al bij vorige dossiers bekeken en gezien. Zij bekijken de zaak nog eens extra en komen dan wel soms tot andere conclusies dan de administratie. Ja. Dus dat is eigenlijk op dat vlak niet zo'n grote verrassing. Wat zij zegt als argumenten, wat we daarnet ook al laten horen hebben, wat gisteravond in Ter Zake zat. Dat dossier zelf, houdt dat steek, dat daar een en ander aan mangelt? Ja, want het zijn twee verschillende centrales met twee verschillende technologieën. Wat is de zaak in Vilvoorde? Dat is een zeer grote centrale, 875 megawatt. Dat is 3 of 4 keer zo groot als wat er in Gent zou bijkomen. Die zou heel veel draaien en die stoot dan ook, dat is onvermijdelijk bij het verbranden van gas, stikstofoxides uit. Een fameuze stikstof. Die draait ook aan een zeer hoge temperatuur, waardoor er nog meer stikstofoxides bijkomen. Nu, men heeft technologieën om die stikstofoxides op te vangen. En dat gebeurt onder meer met ammoniak, om dat toe te voegen. Maar van die ammoniak ontsnapt er ook. En in die ammoniak zit dan nog eens ook stikstof, wordt typisch gebruikt voor kunstmeststoffen. En die slaat snel neer. En daar ziet het kabinet voortdurend een probleem. Ze zeggen, ja, als je de stikstofimpact wil bekijken, volstaat het niet van alleen te kijken naar die stikstofoxides, maar je moet ook de neerslag van die ammoniak bijtellen. Ja. En dat is in Vilvoorde veel meer dan in Gent. Ja, want waarin zit dan het verschil met Gent, Wondelgem? Dat is een kleinere centrale, die nieuwe. Een typische piekcentrale, die gaat niet voortdurend draaien, maar op momenten dat er tekorten zijn, die heeft minder stikstofoxide uitstoot, dus ook dat zuiveringssysteem niet nodig. Maar daarnaast is er ook nog een oudere centrale, hè, die wordt gemoderniseerd in Gent, zijn er eigenlijk twee bij elkaar. En die oude centrale draait op een minder hoge temperatuur dan de nieuwe moderne centrales, heeft dan ook minder van die stikstofoxide uitstoot. En dat is het verschil tussen die twee dossiers.